Ja, en dan gaan we natuurlijk kijken naar Tommy Gustafsson. Dit is zijn tegenstander, István Dolp, de Hongaar. Maar de aandacht gaat uit naar Gustafsson, de man die voor de 24ste keer in zijn carrière aan de start staat van een groot internationaal toernooi, een EK en WK of Olympische Spelen. Twee keer Europees kampioen, de eerste keer al 10 jaar geleden in 82, de laatste keer 4 jaar geleden in 88 in Den Haag, toen hij alle 4 de afstanden wist te winnen. Maar u heeft hem daarnet al aan het woord gehoord, hij twijfelt aan zijn eigen vermogen. Dit week einde. Goed gestart, dat wel. En als er iemand is die het gegund is om een goed resultaat neer te zetten, dan is het toch wel denk ik Gustafsson. 10:48, hij opent nog iets langzamer dan zijn Hongaarse tegenstander. Ja, een echte 500 meter specialist is het nooit geweest, toch heeft hij 38:10 als persoonlijke toptijd staan. Oh, kijk eens, nee, het zit er niet echt in. Ook hij heeft problemen met die laatste binnenbocht en moet een volledige slag laten lopen. En gaat hier notabene problemen hebben met het winnen van de rit tegen de Hongaar Dolp. Hij redt het dan nog net wel, Gustafsson, maar wat scheelt het? 39:25, nee, dat geeft hem geen perspectiefrijke uitgangssituatie voor de rest van dit toernooi. Jammer, maar het is niet anders. Dan hier die bocht nog een keer. Niet helemaal in evenwicht. Hier er al uit. Schaats scheef op het ijs.